Goedemorgen, mijn naam is Jozef Aert. Vandaag gaan we de secans en de cosecans van een hoek. Wat is de secans van een hoek? De secans is gewoon 1 gedeeld door de cosinus van alfa. Dus het omgekeerde van de cosinus. De cosecans is 1 over sinus alfa. Ja? Heel simpel formule, gewoon het omgekeerde van de cosinus en de sinus. Ja? Nu, waar vind je die in de figuur? Als dit een cirkel is, wel een beetje slecht getekend, maar het is een cirkel. Als dat hoek alfa is, ja? En dat punt hier is hier dan cosinus alfa. Dat punt hier op de y-as is sinus alfa. Ja? Als je dan de raaklijn tekent in het snijpunt van de cirkel dan, de raaklijn in dat punt, ja? Dan op de x-as vind je dat punt hier, snijpunt met de x-as, is dan punt secans alfa 0. Of gelijk aan 1 meter cosinus alfa, 0. Ja? Dat is het punt dus waar de secans zich bevindt. Ja? Wie de raaklijn? Als je de raaklijn snijpt met de y-as, dat punt hier zal dan zijn cosecans 0, cosecans alfa, x is 0, dus 0,1 op sinus alfa. Ja, dus onthoud, raaklijn, x snijden met y as is de cosecans, snijden met x as is de secans. Ja. Ja. Dus gebruik de raaklijn om dat te vinden. Nu, wat betekent dat? Als je bijvoorbeeld krijgt 1 over cosinus kwadraat alfa, kun je dat ook schrijven als secans kwadraat alfa. Ja. Als je krijgt 1 over sinus kwadraat alfa, je hebt dan gewoon de cosecans kwadraat alfa. Wordt er nu bijvoorbeeld, als je nu krijgt de formule 1 over sinus alfa ma is gelijk aan cosecans alfa omgekeerd. Ja, en 1 over cosinus alfa, secans alfa is dan 1 over cosinus alfa. Ja, daar wordt dat gebruikt, onthoud dat die formules. Waar wordt er nu gebruikt bijvoorbeeld? Ja, als je krijgt een vergelijking als bijvoorbeeld 1 cosinus alfa. Ook als je krijgt secans alfa maal tangens alfa, wat doe je dan? Vang je gewoon secans alfa door zijn waarden. Secans alfa was 1 over sinus cosinus alfa maal tangens alfa. Als je nu krijgt bijvoorbeeld cosecans alfa maal tangens alfa. Ja, vang je cosecans door zijn waarde. 1 over sinus alfa maal sinus alfa cosinus alfa. Kun je sinus alfa wegdelen, houd je over 1 over cosinus alfa. Dan kun je weer vervangen door ja, secans alfa. Dus secans en cosecans is 1 over cosinus alfa, 1 over sinus alfa. Ja. Denk ervoor aan de volgende keer. Als je de goede video vindt, geef dan een like aan mijn video of ga naar mijn website www.jozefaert.com.